dagen in de rechtbank staat te gebeuren. Wie dan die drie verdachten nu zijn. Ja. Maar eerst naar jou, Jill. Het kabinet wil gemeenten geld bieden om extra asielzoekers op te vangen. Ja, er komt een bonus om gemeenten te verleiden om toch meer asielzoekers op te vangen in hun gemeente. Staatssecretaris Van den Burg die wil extra geld vrijmaken. Hij hoopt zo toch die opvangcrisis open te breken, hè, met een extra oplossing te komen. In zijn huidige asielplan staat dan nog wel dat iedere gemeente een redelijk aantal asielzoekers op moet vangen. Dus toch nog een beetje dwang waar zoveel kritiek op was. En daar komt dan nu een klap geld per asielzoeker bovenop voor gemeenten die meer doen dan dat. En ja, zo wil hij dus toch extra opvangruimte forceren. De vraag is natuurlijk wel wat gemeenten hiervan vinden. Die hebben hier kritiek op, zeker op dat gedeelte over dwang. Maar ook de partij van de staatssecretaris, de VVD, die vindt wat van die dwang die is vastgelegd in dit plan. Het is nog maar de vraag ook of burgemeesters überhaupt iets voelen voor die extra zak geld. Willen ze dat stapje extra voor geld wel zetten? Daarom heb ik nu verbinding met burgemeester van Ede, René Verhulst. Goedemorgen, meneer Verhulst. Wat was uw eerste gedachte toen u van die bonus hoorde? Ja, goedemorgen. Nou ja, ik heb het uit de media vernomen. Officieel weet ik van niets, gemeenten ook niet. Maar ik denk, ik kan niet namens alle gemeenten spreken, maar ik denk niet dat het veel helpt. Vindt u het niet raar dat u dat niet eerder al heeft gehoord alvast? Want ja, u bent toch degene die uiteindelijk moet beslissen mee te werken. Nou ja, het stond in de krant. Ik geloof dat het kabinet er nog over moet besluiten. Dus dat is nog niet zo gek dat je het nog niet gehoord hebt. Maar het gaat niet om geld bij de meeste gemeenten. Het gaat om plekken, die moet je echt hebben. Het gaat om mensen die plekken in orde kunnen maken, die dat kunnen beheren. En het belangrijkste, het gaat om eigenlijk regels van het Rijk die soms verhinderen dat je heel snel plekken hebt. Maar de redenering van de staatssecretaris zal waarschijnlijk zijn, als u extra geld krijgt, dan zult u waarschijnlijk ook meer plekken kunnen realiseren. Nee, dat is niet één op één met elkaar verbonden. In Ede hebben we bijvoorbeeld 200 plekken al maanden gereed staan. Maar die moeten opgeknapt worden, kleine interne verbouwing. En dan zijn de rijksregels zo dat het maanden duurt voordat er schotten zijn gezet. Ik zeg het maar even simpel. En dat red je met geld. Er moet gewoon wat gebeuren. En de eigen rijksregels verzet zich ertegen dat je snel plekken hebt dan. En dat komt op meerdere. Bij meerdere gemeenten speelt dat. Kijk daarnaar. Geld helpt dan niet. Nee, dus het zal die crisis in ieder geval niet openbreken. Zelfs niet als dat geld uiteindelijk vrij besteedbaar wordt. Want de begroting van veel gemeenten, ja, daar schort nogal wat aan. Die hebben veel geld tekort, omdat ze zoveel moeten oppakken. Ja, maar dat geld gaat niet helpen bij asielplekken. Het gaat om de uitvoering. Allerlei regeltjes verzetten zich tegen het snel beschikbaar krijgen van plekken. En soms zijn die regels nodig, dat snap ik ook wel. Maar soms is het gewoon onnodig en is het echt bureaucratie. En dat gaat ten koste van de asielzoekers, ten koste van de gemeente. En geld helpt daar niet bij. Ja, dus een oplossing is nog niet in zicht, als we het zo mogen geloven. Bent u voor zo'n bonus? Nou, ik zie hier een coalitie die gewoon straatvechtend bijna onduidelijkheid creëert. Ook omdat de VVD nu opeens zegt, we willen het liever niet. Maar ze zoeken dus, ze zoeken dus blijkbaar naar een compromis om ook de VVD aan boord te krijgen. Zie ik. Zal moeten blijken of dat gaat lukken. Er moet een oplossing komen. We zien dat Ter Apel het gewoon niet aan kan. Meer gemeenten willen, dat blijkt ook uit dit filmpje. Ik vind ook dat die regels als gemeenten aanbieden, wij willen wel. Maar die regels zitten in de weg, dan moet je die wegnemen. Je moet als kabinet er alles aan doen om een gemeente ook het gevoel te geven dat we dit samen doen. Ja. Zodat maar meer gemeenten. Kan zo'n bonus geld daar misschien bij helpen om ze te verleiden? Dat kan. Alleen het komt nu op mij heel erg over van, nou, hoe gaan we ervoor zorgen dat nog een partij in de coalitie die wel relevant is, ook voor een meerderheid, om die nog eens even binnen te halen. En dat maakt het soms allemaal cynisch, terwijl het vraagstuk is serieus. Ja, zeker. Maar dan serieus, bent u dan voor of tegen zo'n bonus? Ik ben niet tegen een bonus, daar gaat het niet om. Het gaat erom dat die bonus onderdeel is van een soort van, ja, komt de coalitie dan eensgezind door de strijd? En dat maakt het allemaal zo cynisch als je ziet hoe groot het vraagstuk is. Wat we met elkaar moeten oplossen. Ook gemeenten zullen bij moeten dragen. Ook het Rijk zal moeten bijdragen. Maar of de coalitie het eens wordt, dat is nog maar de vraag. Dat gaan we zien. Het moet in ieder geval nog in het kabinet besloten en besproken.